Het was de bedoeling dat per 1 januari een nieuw systeem van DIFTAR zou worden ingevoerd. Hierbij betalen huishoudens voor de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Volgens het college is die datum echter niet haalbaar. Wethouder Kataline Bouwkamp is en blijft voorstander van het systeem, maar vindt dat de uitwerking zorgvuldig moet plaatsvinden en wil daarom meer tijd nemen.